Vincent! Dieper! Ja, hey, in de middel. Via de zijkant, de Ted! Jij niet te diep, Youssef moet in de hoek kunnen komen. Ja. Van de Pavert. Ah, het is toch godverdomme, man. En dan komen wij het volgende gedeelte van de machine. Dat is ook een keermolen heet dat. Daar worden de eieren zeg maar elke keer hierna in een bepaalde volgorde gelegd. Je hebt een kop en een kont aan een ei zitten. Ja, dan zorgt deze dus voor dat ze dus ook goed in de verpakking gaan komen. Succes. Je weet het hè? Vincent moet iets naar achteren. Jij gaat op de positie van Vincent. Kas moet meer van de linkerkant spelen. Oké. Okay. Yes? Succes jongen. Ja? En zeker ook na een wedstrijd. Neem je een biertje mee en dan fiets je dus weer rustig naar huis en dan kun je er in alle rust weer over nadenken. Dat zijn toch momenten zeg maar, waar je ja, met jezelf bezig kunt zijn. Vooruitdenken wat er gaat gebeuren. Wie is er vrij, wie stapt eruit? Waar ontstaan weer ruimtes en daar loop je dan weer in. Alleen dat zie ik niet in de tweede helft met 10 man. Weet je nog, die foto in de krant, door je won hebt van Feyenoord, van Rotterdam. Tegenwoordig moet de krant omdraaien, dat zou ze bovenaan. Jan Vreeman maakt met de Graafschap een moeizaam seizoen door in de Eredivisie. Pas eind november wordt er, uit bij Cambuur, voor het eerst een wedstrijd gewonnen. Pas geblazen bij de thuisclub achterin. Onhandig verdedigd. Levert dit eerste treffer op. Dit levert de eerste treffer op. En de Graafschap komt op een 1-0 voorsprong in Leeuwarden. En Nienhuis zit mis. Kan er ook eigenlijk niet bij. Het staat 0-2. Doe maar, die kan er ook nog wel bij. Straalman maakt hem. Verdwijnt in het eigen doel. Wel ja, dat kan er ook nog wel bij. Waarom ook niet? Er gaat een rode kaart komen. Voor Prupper. Nou, als dit rood is, dan vermoed ik, ook al is het via een tweede gele kaart, dat de beslissing ten onrecht is. En nu krijgt de Graafschap een vrije trap mee. En Tarfi als invaller gekomen, laat op de avond in Leeuwarden. Tarfi, oh, wat een goal! Wat een supergoal van Karim Tarfi en wat een geweldige wisseling. Kijk naar de vreugde bij de Graafschap. De Graafschap behaalt zijn eerste overwinning van deze competitie. Door de winst is er weer reële hoop op directe handhaving. De daarop volgende week bereidt de Graafschap zich voor op de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dit wordt niet de makkelijkste training voor mij. Komt door jou. Jan was een uitstekende prof. Zeer gedisciplineerd. Hoeft je niet om te kijken. Oké jongens, dan start er. Daar in de hoek. Naartoe. Qua karakter is wel standvastig. En zal ook nooit niet op de barricade gaan staan om zichzelf te profileren. Dat zal hij niet doen. Maar hij zal wel het team zo ja, vuur geven en met een goed plan de wei in sturen. Maar dat is niet makkelijk. Andere kant pakken dan Chris. Aanname. Pak de aanname de andere kant op, jongens. Je krijgt hem, daar naartoe. Kom maar, nog een keer. Hier nu. 1-2 maken. Kom maar. Ja, kan nu weer. Robin. Opnieuw. Ik zag hem toen ook niet echt als een talent. En dat heb ik eigenlijk nooit gezien, denk ik. Ik denk dat hij ook niet echt talent had. Hij had alleen een heel erg doorzettingsvermogen. En daar heeft hij het uiteindelijk mee gered. Godverdomme. Want Jan komt natuurlijk van de boer, hè. Die komt uit Kotten.
En Jan is ook iemand van wat de boer niet kent, hè, dat fret hij niet. Hè. En ja, wij gingen toen de tijd, weet je wel, nog wel eens Chinese eten halen. Maar dan moest Jan, ja, dat kende hij helemaal niet, dus dat lustte hij niet, dat hoefde hij niet. Totdat hij zeg maar één keer geweest was, toen zat hij volgens mij 2 of 3 keer in de week bij de Chinees. Hij is in. Daar kun je niks aan doen, Tolly. Dat is genoeg, Bart. Hij was altijd heel bescheiden, dat ik soms wel eens zei van laat je eens horen, laat je eens zien. Ook met bepaalde afspraken natuurlijk, wat er binnen de club wel eens gebeurde. Maar ja, daar heeft hij gewoon minder behoefte aan dan ik. Scoort Chris. Ted, laat het vallen. Oranje. Kom op, kom op. Sneller je oplossingen! Recht door zee, super eerlijk, open boek, transparant en inderdaad tommeloze inzet. Wel degelijk emotie, als je aan het voetballen was, dan straalde het plezier er vanaf. Maar vooral ook, hij wou binnen en dat straalde er echt vanaf. We missen 1 bal, jongens. Even kijken. Sander, mogen we de bal terug? Sander? Jan Vreeman speelde tussen 1986 en 2003 maar liefst 375 officiële wedstrijden voor de Graafschap. Het seizoen 1990-91 was de mooiste uit zijn carrière. De Graafschap werd onder leiding van Simon Kistemaker ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Bizar is uiteindelijk de wedstrijden die schitterend waren. Het maakte niet uit hoe we speelden of met hoeveel man of met 10 was. Of uiteindelijk, we konden gewoon niet verliezen. En ik raak geblesseerd in de wedstrijd tegen Wageningen. Dan werd ik uit de wedstrijd geschopt, zeg maar. In een tackle van Robin van der Laan, die ik wou blokkeren. En uiteindelijk brak ik dus mijn enkel. En tot aan de winterstop, of net voor de winterstop, kwam ik weer terug. Daar was ik bij, ja. Hij had zijn voet er opeens dwars aan staan. Dus dat was wel een heel akelig gezicht, moet ik zeggen. Het was een hele zware blessure, want ik zag die blessure, dus zijn voet stond naar zijn onderbeen. Helemaal kapot. En toen had de dokter ook niet verwacht dat je nog weer zo snel aan het, of überhaupt nog weer aan het spelen zou komen. Nee, goed, in het ziekenhuis vroegen sommigen zich wel af of dat wel goed zou komen. Ja. Ja, hier zie je ook wel de teksten die erbij staan. Van de Brink vogelvrij verklaard, die kreeg nog een aardige schop van Jan Oosterhuis. Die zat toen aan de andere kant. Ik speelde daar bij Wageningen mee. Dus ja, nou goed, en hier staat er ook een stukje over die terugzitting die daarnaast nog een keer geweest is. Kreeg hij 16 wedstrijden. Ron en Jolanda Olieslagen, ja. Alle kaartjes zelfs nog ingeplakt. Ja, wel heel veel reacties gehad, ja, moet ik zeggen. We zijn zelf samen ook een beetje begonnen. Hè. Toen ik bij de Graafschap kwam, toen kwam Jan vanuit de tweede erbij. Met een hele jonge groep. De Graafschap zat toen ook niet zo goed wat financiën betreft. Dus en de jongens van de eigen jeugd en behoorlijk wat amateurspelers uit de omgeving kregen hun kans. En ja, goed, die klik die was er meteen. Knap werk, Streppel. Gaat hij weer. Goeie voetballer trouwens. Hoe houdt hij hem eruit? Knap werk van Streppel. Gaat hij nog gaan kijken. Braam, die schoot ook heel goed in. Maar die bal werd op de corner verwerkt. Door een uitstekend doelman Olieslagen. Geweldige mentaliteit erin. Ook met die jongens uit de Achterhoek. Met Vreeman en Trenterman, Redeker en met als opperhoofd achter in Kraai. Olieslagen in doel natuurlijk. Hè. 2 geweldige spitsen. Hofstede, Koolhof. Koolhof was natuurlijk ook een uitstekende voetballer. Koolhof! Koolhof!
hoogtepunt, denk ik, dat we samen ook voor de eerste keer zeg maar, gingen promoveren naar de Eredivisie. Waar je allebei als jonge jongen misschien wel van gedroomd hebt. En dat dan ook op eigen kracht kunt doen. Hè? Want je sluit niet ergens aan doordat je zeg maar, gehaald wordt in de Eredivisie. Nee, je hebt daar zelf een bijdrage aan geleverd. Ja, dat was een hoogtepunt. Dat was echt een jaar dat alles op zijn plaats viel ook. Nou, dat was toch een kwaliteit van Simon Kistermaker daarin. Ik vind dat we nog steeds te weinig waardering krijgen voor de manier waarop wij durven voetballen. Hoe is die manier dan? Nou, dat heb je. Ik denk dat je, als je goed gekeken hebt, je dat vanavond gezien. Wij hebben, na 10 minuten heb ik Twente man doorgeschoven naar Van Gozen toe. En ik heb Van de Brink diep gehouden. Maar gewoon, we hebben 1-1 gespeeld achterin. En na de 1-0 hadden wij 2-0 moeten maken. Koloff, mooie passeerbeweging. Koloff. Ten Hag komt niet tot een schot. Dit is een overtreding. Laat die doorgaan, die scheidsrechter. Protesten. Verre uittrap. Van der Brink is snel. Van Duinhoven aarzelt. Er is een schoonheid. Een schitterend doelpunt van die nummer 7. Kijkt u nog eens naar René van der Brink. Modderman heeft al aangegeven dat het zo afgelopen is. Ja, en dan houden we ermee op. Hoor het gejuich. De Graafschap is kampioen geworden van de Eerste Divisie. 34 wedstrijden gespeeld, 25 gewonnen, 9 gelijk, niet 1 verloren. Voortreffelijk, met die cijfers ben je een waar kampioen. Ja, het kampioensfeestje. Ja, van het pak was dat. Van het presentatiepak wat we hadden. Hadden we gekregen ook. En ja, enkele jongens meenden toch dat er wat mee gebeuren moest. Onder Hans Kraai. Dus er werd er de schaar in gezet. Maar daar was niet iedereen even blij mee. Dus er verandert weinig. Of niks. Er verandert niks dan. Nee. Ik weet niet zeker of het van normaal naar links gaat. En dat verwacht ik. De Leeuwin was links gespeeld dan? Nee toch? Dat heb ik nog nooit gezien. Je weet niet exact de opstelling. En er zijn nog wat twijfelgevallen, waren er dan? Of die kunnen er zijn? En die neem je dan nog even door, op een gegeven moment van... nou, en dan is er ook een keer nog aangegeven, wat doen we nog een keer? Oké, jongens. Utrecht. Opstelling gezien. Leeuwin, hè? Verwachting zelf, Leeuwin hier. Marel gaat dan naar de linkerkant. Dat is de inschatting. En de rest zal hetzelfde blijven. Het verhaal vertellen van wat je graag wilt hebben is voor sommigen denk ik lastig om te volgen. Er zijn spelers bij die kunnen het op die manier heel goed invullen. Maar er zijn dat je dus met de magneetjes wat doet, is het gewoon weer veel meer duidelijkheid creëren. Wat wil je, wat verwacht je? Nou, en die combinaties met elkaar moeten ervoor zorgen dat iedereen weet wat je graag wil. Hij gaat ertussen. Ik hoor het oplossen. Geef ons door een Bornmanse blok. Ja, tussen een van de middenvelders. Een van de middenvelders. Hij zal diep zijn. Zal Leon of Brian, een van jullie twee. Grote lijnen, dat is het makkelijkste denk ik. Daarin. Ayoub, veel diepte of blijft hij meer zitten? Blijft ietsjes meer zitten. Wordt dat makkelijker voor Youssef? Ten opzichte van Ramslaven en Andrew. Andrew uit, Leon daar. Jeroen zit natuurlijk samen met Ted. Haller in de gaten houden. Brian zit als het ware hier. Youssef zit daarop, een van de spitsen. Daaruit, ander zit daar. Oké, wij aan de bal. Wat hebben we gezien? Wat doen ze? Druk zetten. Misschien wel dicht aan, ja. Thuis wel. Thuis wel.
is het dus in feite wat ze doen met drie man, hè? Elke keer maar heen en weer, middenvelders, kantelen elke keer door. Ook gedaan hebben in de trainingen, met name daar naartoe. Nou, verder komen er absoluut ruimtes aan de zijkant te liggen. En we hebben nog meer gezien met de backs, dat de bal links of rechts is. Zeker met twee spitsen. Ze zitten aan de binnenkant, hè? Dus daarin zal absoluut het baltempo hoog moeten liggen. In de passing moet hard zijn. Open draaien, doorvoetballen. Laatste lijn. Dit wat opsluiten. Onderlinge duel zul je weer moeten winnen. Cambuur, laatste fase van de wedstrijd. Dat moeten we terugzien. De hele wedstrijd weer vandaag. Utrecht kan doen wat ze willen. Maar het gaat hun niet lukken. Hè? Straal dat dan ook uit. En laat dat zien. Oké, klaarmaken jongens. Overwinning vandaag, dat is gigantisch mooi natuurlijk. Dan zou er al twee zijn. Alleen zo makkelijk zal het natuurlijk niet zijn. Nou ja, goed, we hebben bekeken in feite wat zij een beetje doen. En tussen de linies liggen absoluut mogelijkheden om te draaien. En ook in de diepte, denk ik, met een Kas Peeters bij ons. In de kantwissels liggen absoluut mogelijkheden. Alleen moeten we wel lang genoeg aan de bal kunnen blijven. En dat is natuurlijk een vraag, dat weet je nog niet. Maar voor de Vreeman. Goed balletje op, Eeman. Controle. En de gelijkmaker. Ibrahim. En treffer Eeman. Weer Godet. Waterreus Wijkvold. En had dat beter niet kunnen doen. Want nu is het raak door de kleine verdediger, Eeman. Maar Jan is natuurlijk een typische Graafschapper uit het Winterswijkse. Heeft zich toch opgeworpen hier als een hele, ja, ook als een icoon voor de Graafschap. De mooiste herinnering aan Jan is die inzet die hij had. Dat hij dat allemaal kon opbrengen. En hij was echt het voorbeeld van dat je met heel hard werken heel eind kunt komen. Jan is gewoon een standvastige jongen en doet zijn manier en zijn boodschap op zijn manier. Ja, als dat niet door iedereen op die manier of anders gewaardeerd wordt, wil niet zeggen dat hij daar een gebrek aan heeft. Totaal niet. Hij doet het op zijn manier en daar valt hij niet snel uit zijn rol. Nou, dat vind ik prima. Bal in de richting van Ibrahim en Redeker. Dan de kans van Jan Vreeman. En uit het eerste kansje van de wedstrijd scoort de Graafschap meteen. Ja, het was Zwolle uit. Waar ik mijn debuut heb gemaakt en het was ook in Zwolle uit waar ik dan mijn laatste wedstrijd heb gespeeld. En ik heb hem dan niet zelf gespeeld op dat moment, ik zat op de bank. En dat was wel de laatste in de betaalde voetbal. Ik had het ontzettend met hem te doen toen, als je op die manier zeg maar afscheid moet nemen. Ik denk dat hij daar wel, en zijn blessures natuurlijk, hè, die hij ook regelmatig had, maar sportief gezien denk ik dat dat een dieptepunt moet zijn geweest. Ja, zo wil je niet afsluiten. Alleen, ja goed, Zwolle begonnen, Zwolle geëindigd. Zo is het. Wat aardig hier in het stadion is de geschiedenis, de historie. Als je kijkt naar deze fotozuil. Jan Vreeman, Mr. De Graafschap, 13 jaar geleden getrouwd hier met Ellen op de middenstip. Dat zie je dan allemaal terug. Een jongere collega Jack van Gelder met Curver op deze foto. Dan is dat heel goed georganiseerd door de vriendenkring in die periode. Die hebben er heel veel werk van gemaakt, heel veel mensen ook uitgenodigd daarin. Ja, het was een afscheid, dat zou ik iedereen wel gunnen. We'll be right back.
voorbij. Koolhof denkt niet na, schiet. Een echte spitse goal. Het is een beest tussen de palen. Je moest knokken, zeg maar, voor de na-competitie. Nou goed, dat houdt in dat je qua stand van de ranglijst niet helemaal bovenin staat. Maar zelfs nog op de positie stond dat je er nog naast kon grijpen. Dus uiteindelijk hebben we dat kunnen bewerkstelligen, dat we daarin in terecht kwamen. De gelijkmaker, dat betekent dus verlengen. Ja, en dan begin je in de na-competitie natuurlijk niet als favoriet. Maar uiteindelijk hebben we het wel met z'n allen voor elkaar gekregen om toch die promotie te bewerkstelligen. De Graafschap door naar de tweede ronde. Na verlenging 2-1. U weet nog hoe het ging en anders kort samengevat die wedstrijd van vrijdag. Go Ahead voerde de boventoon in de eerste helft. Dwong drie kansen af, die waren niet besteed aan Plet. In de tweede helft werd Go Ahead onder de voet gelopen door de Graafschap. Wij hadden natuurlijk alle vertrouwen. We hadden heel veel te winnen. Alleen Go Ahead zat natuurlijk aan de andere kant. Die hadden veel te verliezen daarin. Het is Vincent Vermeij wie niets lukte en het is gebeurd. En ze hebben kansen gehad, alleen die hebben ze dus niet benut. Nou, dat geluk moet je hebben, maar dat dwing je denk ik ook elke keer qua spel af. Graafschap degradeerde 3 jaar geleden en heeft nu de kans na 3 jaar Jupiler League om te promoveren. Ik denk dat het 0-0 wel een hele belangrijke stand was. Vooral dat een Volendam geen doelpunt heeft gescoord. En ja, je hoeft daar 1-1 te spelen. 2-2 een gelijk spel voor ons daar met een doelpunt was al genoeg geweest. Je doet ergens aan mee om te winnen. Maar goed, dat hebben we ook vanaf begin tot het eind met z'n allen uitgedragen. Kaflan. Bal waard over Vermeij. Die krijgt nog een kans en die zit. Een echte spitse goal. Ja, dat de scheidsrechter dan affluit. En dat je daar gewoon met 1-0 wint en dat je gepromoveerd bent. Het is afgelopen. Volendam de Graafschap eindigt in 0-1. En die feestvreugde bij spelers, maar ook zeker bij de supporters in Volendam zelf. En als je dan terugkomt op het stadion, wat daar allemaal gebeurd is en wat daar allemaal aan de hand is geweest, dat je dat terugziet, ja, dat zijn dan hele mooie momenten. Het is speciaal, alleen als speler is net of je het veel intenser beleeft daarin. Je bent echt onderdeel van het elftal op het veld. Je hebt er heel veel energie in gestopt, lichamelijke energie. En dat is nu, als trainer is dat absoluut minder. En aan de energie bedoel ik, het is alleen geestelijk. Dus die verhoudingen, daar zit het grootste verschil in. Maar de vreugde van binnen, die is exact hetzelfde. Dames en heren, een hele goede avond. Dit is de buitenkant van stadion De Vijverberg in Doetinchem. Zometeen het toneel van de Graafschap tegen FC Utrecht. En als deze twee elftallen hetzelfde doen van wat ze vorige week hebben gedaan, dan kan het niet anders dan dat het vanavond ook een spektakelstuk gaat worden. Will. Letchert. Moet uitkijken. Peters is hem voor. Ruiter met. Oh, is de dikke mogelijkheid voor de thuisploeg. Als Eber naar binnen gaat, gewoon even. Ja. Nathaniel. Ze hebben bijna 3 man achterop. Dus onze 2 spitsen. Misschien Brian is te voorzitten, Lion weer als het ware iets meer achter. Lion meester van Ramslaaf. Yes? Wat je ook zag in die wedstrijd zelf, dat Youssef zich met Ayoub bezig hield. Maar goed, en die kwam af en toe gewoon als linksback te voetballen. En dat was iets wat Utrecht weer niet wilde. Nou, daar hebben wij dus te weinig gebruik van gemaakt tijdens de wedstrijd. Dus, met name de hoek open zien te krijgen dat jij met Ayoub aan de lijn komt hier. Ja?
Nee, ik ben wel vrij rustig. Ik denk dat dat ook het beste is. Hoe drukker je langs de zijlijn bent. Als je dan te druk bent met randzaken, nou, dan volg je het spel niet goed meer. Dus dan kun je de aanwijzingen wie je dan geeft, worden denk ik ook niet duidelijk genoeg. Dan zijn het op incidenten. Nou, in incidenten kun je denk ik geen wedstrijd op sturen. Doe mij kas, kas! Aan de binnenkant, Joes! Uitzakken, Joes! Uitzakken, Nathan! Uitzakken, Nathan! Lekker badje! Hey! Hoeken! Joes! Laatste lijn! Hey! Jij niet te diep, Youssef moet in de hoek kunnen komen. Parasiet, met een gelukje. Maar wel op de ballen, dan is die gevaarlijk. Strafschopgebied van de Graafschap in. Zoeken naar hulp, dat moet er komen via Joosten. Strieder, proberen maar. Oh, wat een geweldige goal, Strieder. Bijna uit stand verrast die Jungers in de korte hoek. En 12 minuten voor rust neemt Utrecht een 1-0 voorsprong in Doetinchem. Spanning op de gezichten bij Vreeman en Oosterhuis. Het was best wel heel apart voor mij. Want ik kom natuurlijk uit Winterswijk zelf, uit het dorp, zoals dat destijds ook genoemd werd. En dan kom je op een boerderij terecht. En op het moment dat ik werd gebracht door mijn vader, gingen zijn ouders op het trekker weg. En toen had ik wel zoiets van, Ellen, dit is niet jouw ding. En dat is eigenlijk ook wel vrij snel gebleken. Maar ja, hij ging wel naar de MAS, naar de middelbare landbouwschool. En uiteindelijk had hij ook wel zoiets van, nou, wie weet, misschien neem ik het thuis al over. En ik weet niet of het dan goed was gegaan. Gelukkig kwam heel snel de Graafschap ertussendoor. Achter het huis, zou ik wel zeggen. Er was ruimte en de buurman die had door een schoppen. En dan schot ze vooraan. Het was voor ons gewoon een verrassing als ze met schoten terugkwam. Goed zegt, daar hebben we nooit over gedacht van betaald voetbal. Nee, dat is nooit aan de orde geweest hier. Ja, het was niet mijn ding. Absoluut niet. Nee. Maar ooit een keer bij jou op de trekker gezeten. Ik wilde heel graag gaan zwemmen. Het was schitterend weer. Ja. En hij moest thuis aan het werk. Ik denk, nou, dan ga ik maar mee. Maar ik zat onder de blauwe plek en toen dacht ik, nee, het is echt niks voor mij. Is dat even geleden? Ja, nou, dat is heel lang geleden. Ja. 32 jaar. Oké, dat is zover waar ik nog niet met... Ik heb eens nagekeken, 32 jaar. Dit was het veld. Ja, is niet zoveel meer van over. Helemaal niks. Toen jij inspeelde, was dit het hoofdveld nog. Nee, Prinsjel. Volgens mij niet. Jawel. Volgens mij één jaar hier voetbal nog. Nee, ik niet. Ik ken alleen maar het hoofdveld Toorlag. Ja? Ja. Nou, goed. Ja. Maar goed, we hebben maar één jaar meegemaakt met elkaar. Hè? Ja. Toen hebben een heel goed seizoen gedraaid. Ja, maar dat was het tweede jaar in de vierde klas, of niet? Dat was het tweede jaar in de vierde klas. Hadden jullie een heel goed stel toen. Ja. En ik heb even gekeken. Toen werd Grol, toen tweede, Vassenveld. En toen kampioen. En Kotten werd toen als derde. Zijn we als derde geëindigd nog? Ja, als derde geëindigd. Oké, okay, dat wist ja, ik niet meer. Ja, dat ik heb even bekeken nog. En dan was de vraag als er tussen kwam, hij won of hij verspeelt. En dan werd er gewoon een gang van zaken. Ja, dit is het eerste jaar dat ik bij het eerste aansloot zeg maar, als contractspeler. Ja, op 18-jarige leeftijd ben ik daar terechtgekomen, hebben ze mij gevraagd. Daar hebben wij oefenwedstrijden gespeeld zeg maar, met het tweede elftal, dat nu het tweede elftal is. C-team noemden ze dat toen. Je kwam van twee keer trainen. Van vierde klas KNVB kwam je gewoon terecht zeg maar, in één keer vier keer trainen in een wedstrijd. En dat niveauverschil was wel erg groot, vond ik in het begin. In die periode was het ook nog zo, als je dus in ging vallen, dan was de club een bepaald geldbedrag verschuldigd. En dat was ook in guldens nog, en dat was rond 5.000 of 8.000, daar ergens tussen schommelde dat. En dat was in die periode heel veel geld.
Ik weet nog dat ze toen belden hierheen van ja, we willen jou wel mee laten doen, maar ik krijg geen contract. Maar dan willen we wel een keer bij jullie komen voetballen. Dan is de kantineopbrengsten voor Kotten. Alleen als voor Kotten niet aantrekkelijk. Nee, dat was hier een probleem natuurlijk. Dat was hier een probleem. Ja. Als je het verdeelt over al die jaren, die guldens, dan is het niet zoveel geweest. Maar het beginbedrag was natuurlijk wel even heftig. Weet je nog, die foto in de krant, dat je gewonnen hebt van Feyenoord, van Rotterdam? Nee, ik heb het wel gewonnen, hebben, maar niet de foto zelf meer. Oh, die is zo mooi. Toen was hij aanvoerder en er stond Jan. De ontlading was groot, stond onder. Toen ze promoveerd bent. Dat vind ik ook wel een hele mooiste foto ervan. Toen kwam Jan laatst gezegd op de tribune, moest ze zijn woord doen. En hij stond er zo gewoon, zo makkelijk. Ik denk, nou jongen, ik was in alle staten geweest. Voor mij was dat gezegd niks. Allemaal weer aanwezig zijn. Als we kijken wat we vandaag bereikt hebben, wat er vandaag gebeurd is. En ik denk dat daar maar één heel groot woord voor is. Dit hebben we met z'n allen samen bereikt. Belangrijk. Ik mezelf. Ja, het geeft vanzelf, maar je moet het wel aan de anderen zeggen. Tegenwoordig moet de krant omdraaien, dan staan ze bovenaan. Utrechters, de Graafschap dat weliswaar inmiddels dan een uitwedstrijd heeft gewonnen eerder dit seizoen. Maar thuis nog niet aan een zege toe is gekomen. Sterker nog, het zal lastig genoeg worden. Tot en met die goal was het in één keer het, met de druk zetten verdedigen, vond ik het wel redelijk staan. Vooral in balbezit, hebben we slurs. Dus een van de middenvelders moet door, Brian of ja, Leon? Absoluut. Aanvallend. Waar liggen nou de mogelijkheden? Ja, dan neem je even met de rest van de staf door. Op de bank dat kun je natuurlijk tijdens de wedstrijd doen. Bovenin de tribune met Richard en Edwin. Op een gegeven moment van, dat is lastiger. Dat kun je wel met de telefoon doen, alleen dat doe je natuurlijk niet zelf. Nou, dan neem je even de zaken doorgeven van nou, wat is opgevallen, wat hebben jullie gezien, wat hebben wij gezien. Of dat overeenkomt. Nou goed, als het goed is, komt het altijd overeen. Alleen van boven kun je het altijd net iets makkelijker zien en beter zien. Nou goed, en daar ga je met de groep weer aan de slag om te kijken of je dat om kunt zetten. Blijf aan die lijn. Hij stapt in, kan Brian je wegsteken en anders ben je gewoon in de voeten aanspeelbaar. Dus langer even op dat moment aan die lijn zitten, langer blijven helpen en dan herkennen met hem of iets in de bal en dan in één keer ben je ook weg. Hij komt als back te spelen, dat is niet zijn kwaliteit. Dus daar moet veel meer van gebruik maken. Maar met name Nathaniel en ik verwacht ook Jeroen dat dat voor jou hetzelfde geldt. Hard in laten pasen, dit doen. Valt hier nou wat te halen jongens of niet? Zij zullen veel langer aan de bal willen blijven, om ons die afstanden te laten overbruggen. Zetten we half druk hier, gaat hun dat lukken? We gaan we echt doorjagen, dan dus niet. Wat merk je nog meer als zij de bal hebben hier? Vincent, wat doen ze? Wat merk je? Wachten, hoe lang? Ze wachten. Uitdagen. Ja. Alleen als Vincent of Cas dit doet, wat is dan met de rest van het elftal weer zo belangrijk? Moeten we eigenlijk bijna voorzetten, denk ik. Ja. We mogen de voorzetten. Kan hij dan nog een lange paas geven? Bijna niet meer, dus opdrukken. Dus dit doen ze. Houd in middenvelders. Of daarin droe als het ware soms. Je roem er zwaar door, maar zeker ook de laatste lijn. Je moet door. Proberen ze diepte in het spel te maken? Ja, hè? Ze proberen eigenlijk maar naar achteren te lopen. De voorzitter. Elke keer maar voor, opdrukken.
Dan houdt in dat zij de cursus weer moeten maken. Nee, wij willen de cursus maken. Van jullie uit. Niet? Nou, pak het op dan, hè. Kom maar. Nou, als je volgens mij heel druk met de buurman aan het praten bent en je bent van alles aan het schreeuwen, ja, dan luister je niet meer. Het is denk ik het verhaal wat we met z'n allen vertellen. Nou, dat laten we op zich inwerken. En dan denk ik dat ook een speler daarmee bezig is. Ja, heb ik het gemist? Heb ik het gezien? Oh ja, het is wel opgevallen. Dus ik denk dat dat juist goed is. En je moet bezig zijn met de zaken die in het veld gebeuren. En volgens mij moet je ook daarin sturen. Ja, maar wie gaat Joost opvangen? Deze? Ja. Dan speel je aan je been, hè, centraal. Hier, hele grote ruimte. Wat? Hele grote ruimte alleen, hè? Nou, nou maar ja, je moet het middenveld wel bij je hebben. Nou, oppakken die hap. Kom maar. Hey, met elkaar weer. Schep je erover op. Neem ze mee. Kom maar, boys. Hey. Ik kan wel vanaf rechts laten starten. Maar dan is dat, wie ga je eraf halen? Ah, wie ga je eraf halen? Ik ben nog geen voorstander van Jeroen gelijk. Nee, niet direct. Dat is ook eerder een andere middenvelder. Dus kijk daar ook eens met Dennis even naar. Wat heb ik met eieren? Ik vind ze lekker. Ik heb de middelbare landbouwschool gedaan en daarna ben ik naar Almelo geweest. Het was een kadercursus van 1 jaar. Het was varkens- en pluimveehouderij. Daar hebben ze een Nederlands eiercontrolebureau. In de jaren 80 is dat geweest, eind jaren 80. Die zijn toen weer begonnen. Dan hebben ze jongens benaderd, zeg maar, wie die opleiding gedaan hadden. Daar ben ik toen voor gevraagd en uiteindelijk ook daarvoor aangenomen. En op die manier kwam ik in aanraking met eieren. Ik heb het altijd gedaan, altijd naast het voetballen ernaast gehouden. Want in het begin was het natuurlijk nodig, was je semi-prof. En nu, ja, goed, nu doe ik het nog steeds omdat ik het en leuk vind en ik kan er nog tijd voor vinden. Zo'n dag ziet eruit, meestal 6 uur zo'n beetje opstaan en dan snel in die auto stappen. En dan rijden we, zeg maar, we zitten hier in Duitsland op dit moment. We zijn in een locatie in Vierze. Bij Moosboetsen, daar ben ik dan half 8 uur zo'n beetje, 8:30, hangt er een beetje af hoe druk het onderweg is. Kom ik hier aan en dan gaan we werkzaamheden doen. Het moet ook een lange dag zijn. Dan heb je er ook echt wat aan en ja, ik vind het ook leuk. Nou, hier komen dus de eieren binnen. Dan komen ze via de deur binnen, worden ze afgewogen. En dan worden ze hier achter mij worden ze opgeslagen. Als je kijkt naar de pletten zelf, hebben we daar meerdere soorten briefjes op zitten. En dat houdt in met de soorten eieren die er eigenlijk zijn. Als we deze pakken, dan kun je zien, de 2 staat voor scharreleier. En L wil zeggen dat ze uit Nederland komen. Wat we ook nog hebben is andere soorten natuurlijk uit Duitsland. De 2 scharrel, dan hebben we 1 voor een vrijland of een vrije uitloop in het Nederlands. En een 0 is voor de bio-eieren. En het laatste getal is eigenlijk de code, zeg maar, voor een pluimveehouder. Dat altijd teruggetraceerd worden waar die vandaan komen. En dat is denk ik wel belangrijk als er calamiteiten zijn. En zo is eigenlijk elk ei terug te traceren naar uiteindelijk waar die er vandaan komt. De eieren worden hier op de machine gezet. Er kunnen wat paletten achter elkaar staan, dat is een voorraadbuffer. En je ziet hier in de machine zelf dat ze automatisch afgestapeld worden om op de machine gezet te worden. En voorheen was dat al handwerk, alleen dat, ja, dat is steeds verder geautomatiseerd. De eieren worden hier op de machine gelegd en dan komen ze onder deze kast vandaan. En je kunt het hier aan de zijkant een klein beetje zien. Er komen elke keer lichtflitsen op en die lichtflitsen zorgen ervoor dat de eieren bekeken worden door camera's die hier inhangen. En die kunnen de ei detecteren op veelschaligheid en die worden er dan uitgegooid. En dan komen wij het volgende gedeelte van de machine. Dat is ook een keermolen heet dat. Daar worden de eieren, zeg maar, elke keer hierna in een bepaalde volgorde gelegd. Je hebt een kop en een kont aan een ei zitten. Ja, dat zorgt deze dus voor dat ze dus ook goed in de verpakking gaan komen.
En als we dan verder lopen, dan zeg maar, kom je bij deze. En die zorgt ervoor, wat je dus hier ziet. He, dan kan hij op basis van geluid, he, tikken op een ei, zitten daar heel veel spoeletjes in. En kan hij dus aangeven of een ei er wel of niet in hoort. Dus of de schaal heel of stuk is. En die worden dan later in de machine worden die eruit gehaald. Als je verder naar de machine gaat kijken, worden ze in doosjes van XL, L, M. Dat zijn allemaal gewichtsmaten. En dan worden ze dan ingedropt, zoals dat heet. En dan wordt hier bepaald, zeg maar, hier, aan dit stukje. Ein Edding müsstest du gerne haben. Selbstverständlich. Bitte schön. Dankeschön. Natuurlijk een werknemer tussen hun, met hun, om te zorgen dat we hier de prestaties kunnen leveren die hier ook bij nodig zijn. Ik heb gezegd, hij had, weet waarom arbeiten, maar dat maakt hem spaas, zegt hij. Ik wil ook gerne dat maken, een beetje geld. Ja, de repareren onze machine, ja. Ja, we hebben een paar problemen, we komen af en toe die machine repareren. Jan ist Jan und man kommt super mit ihm zurecht und man kann sehr viel mit ihm über Fußball diskutieren und das ist schön. Ohne Jan, ja, wäre schlecht für uns, ne? Ja, wir brauchen Jan auf jeden Fall bei uns. Ja, wat denk je dat al je spelers zijn vandaag? Genieten van een vrije dag. Hetzelfde wat ik doe. Ja, het is eigenlijk een hobby. Omdat ik het leuk vind, doe ik het er nog steeds bij. Alleen het is niet zo dat het voor niets is. Je krijgt er natuurlijk wat voor. Maar het is gewoon ja, heel anders. Het is een leuke bijkomstigheid bij mijn andere werk. Ja, laten we maar eens kijken wat we naar rust kunnen verwachten van de Graafschap. Dat zal vroeg of laat een keer avond moeten kiezen. Barazit via Jurjers. Gaat hij weer? Ayoub. Aanval blijft doorlopen en Valpine kan paal bijna toch alsnog naar 0-2. Niet jongen blijven staan denk je soms, hè? Die moet je controle mee houden. Dan zou je brein. En dan kan we naar rechts. Dan kan we dan vanaf rechts. Ik denk dat je razend tier moet dat iemand bewust zeg maar, de dingen niet doet die we afgesproken hebben. Of te weinig instopt. Dan moet je denk ik boos zijn, dan kun je boos zijn en dan kun je ook daarop heel boos worden. Alleen als het uitvoeren van taken is en dat willen ze en ze proberen het daarin. Nou, volgens mij heb je daar veel meer een overleg en dan boos worden. Vincent! Wat jij blieft? Voor het doel drijven, voor het doel van mij. Veel beweging nu opeens en dan maar zelf proberen recht op ruiter. Je weet het, hè? Vincent, ja. Moet iets naar achteren. Jij gaat op de positie van Vincent. Kach moet meer van de linkerkant spelen. Oké. Okay. Yes? Succes, jongen. Ja? Vincent! Eentje naar achteren. Andrew, gewoon iets naar achteren. Kap, niet helemaal aan de linkerkant. Naar links af aan. Andrew moet naast Leon. Andrew naast Leon. Nou, wat we dus in de wedstrijd zelf gedaan hebben, is ook door wissels te doen. Ik denk dat we heel veel gewisseld hebben zeg maar, om die achterstand nog goed te maken. Dus wat verdedigende jongens uithalen en aanvallende jongens erbij in te brengen. Sluiten! Alleen uiteindelijk resulteert dat niet in het overwicht wie graag wilt hebben. Ik denk dat we in kansenverhouding veel te weinig afgedwongen hebben.
dat ze via de zijkanten door moeten gaan voetballen. Maar dan moet je ook lopende mensen in de buurt van de bal hebben. En ik denk dat die wedstrijd niet goed gegaan is. Hens, Hens, hey! Van der Marel die gaat eraf, die krijgt twee keer geel. Die krijgt rood. Oh, 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 wat een miskleun van hem. En krijgt dit duel, althans kan dit duel, nog een hele vreemde wending krijgen. Karim, hè? Karim! Jeroen, Jeroen. Vooruit! Sluiten! Opgejaagd, ja. Dat soort situaties zullen we de komende 20 minuten wel vaker gaan zien. En de Graafschap, waarom ook niet, breekt als joker Tarfi. Andrew moet hangend spelen vanaf links, dat moet je even controleren. Ja, jij samen met Liam, Andrew speelt de positie mee van Jeroen. Maar natuurlijk aanvallende natuurlijk, snap je? Jeroen gaat er eens af. Yes? Peters, Ruiter, botsing. Ja, maar volgens mij ben ik dan niet de enige. Volgens mij, alle mensen die op de tribune zitten denken wel eens van geven van nou, als ik er nu in zou staan, dan zou ik het wel weten. Eraf, logisch, Tesselaar, de linkervleugel verdediger. Andrew! Ja, hey, in de middel. Stay, stay inside, stay inside, not too far back. Ted, Ted, harder! Nou, soms moet je ze ook helpen en dan lukt het ook wel. Vooral dat het dichtbij is. Kun je ze natuurlijk in de coaching wel stimuleren. Maar goed, daar zijn ze ook wel gevoelig voor. Dat gebeurt dan ook wel eens. Alleen in keuzes wie ze maken, ja, dat zullen ze toch zelf moeten doen. Kom maar, kom! Kom maar! Recht! Zo! Hup, hup, run! 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 Van de Pavert. Ah, het is toch godverdomme, man. Dieper, dieper, dieper! Peters. Wat doet hij dan? Hij draait toch weg? Dus je mag niet dit doen. Ja, hij draait weg. Dat mag toch, of niet? Ja, dat is echt. Kom er maar bij, hè? Halve maar. Hou nou toch eens op, man, met dat duwen, man. Toch gewoon een duel. De goal al voor rust van Strieder. Jurjus die nu mee naar voren gaat, maar het heeft niet zoveel zin, want de tijd zit erop. En anticlimax in Doetinchem. Tegen 10 man, je hebt zelf eentje meer. Ja, als je gewoon wiskundig neerlegt, ga je winnen. Want je hebt er eentje extra op het veld staan. Alleen blijkbaar in het voetbal, of blijkbaar, in het voetbal is het niet altijd zo eentje meer en automatisch win je. En je krijgt andere ruimtes worden verspeeld. Een tegenstander zal de ruimtes kleiner maken. Je moet zelf aan de bal beter zijn dan een tegenstander. En dat lukt dan niet altijd. Ontspannen is een vrije dag voor mij in de week die ik heb. Nou, de ene keer besteed ik hem echt als een vrije dag. Dat is in fietsen. Nou, op de motorbike zelf, als ik dat regelmatig doe, dan is het naar het voetballen toe. Ja, dat is dan 's ochtends vroeg fiets ik naar het stadion toe, 's avonds weer terug. Dat probeer ik minimaal één keer te doen in de week. Ja, zelfs wel wedstrijddagen. Maar goed, dan kun je ook rustig ontspannen naar het stadion fietsen. En zeker ook na een wedstrijd neem je een biertje mee. En dan fiets je dus weer rustig naar huis en dan kun je er in alle rust weer over nadenken. Dat zijn toch momenten, zeg maar, waar je met jezelf bezig kunt zijn. Ja,
wel gekrompen, wat bedoel je? Ja. Nee, helemaal niet beginnen. Wat Dennis dus ook zei, daar ben ik ook niet eens van. Je speelt 3-1 achterop. Dus elke bal kun je uitspelen, kun je 10 meter indribbelen, kun je erin gooien en daar moet je het wel aan gaan. En daar moet je de tweede bal pakken. Nu bloedt het eigenlijk naar die 10 man, bloedt het dood. En als Bart aan de bal is, dan gaat Vincent blijft gewoon in dezelfde lijn staan als Bart. In plaats van dat hij die diagonaal van. Tom. Dat is. Je probeert aan te geven wat we met z'n allen gedaan hebben. De afspraken die we maken. Ik probeer door te lopen zeg maar, wat we in de rust nog een keer aangegeven hebben. En in die wedstrijd zelf had ik ook aangegeven dat ik ze initiatiefloos vond. Oké, jongens. Ted, conclusie. Sinds Simon kan spelen, hebben we het heel slecht uitgespeeld. Eerst proberen we het vooral via de zijkant, maar als dat niet lukt, dan moeten we gewoon nu gewoon te snel optimistisch gaan spelen. Maar ook daar zit helemaal geen idee achter. Leek nergens op het laatste gedeelte. Zit er geen idee achter? Een paar keer een lange bal en dan staat alleen op Vincent en niemand staat eromheen. Dus we kijken niet naar elkaar? Ja. Dus we zijn niet met elkaar bezig daarin? Eentje van Utrecht stappen zwaar erop in. Waar komt de ruimte, waar loop ik weer in? Dus daarin moet veel meer omheen kijken wat Utrecht doet en daarop reageren. Ze komen ergens tekort. Dus ze gaan daar in de beweging zitten. En daar moeten we naar kijken. Dus daarin moet veel meer met elkaar bezig zijn. Vooruitdenken wat er gaat gebeuren. Wie is te vrij, wie stapt eruit? Waar ontstaan weer ruimtes? En daar loop je dan weer in. Alleen dat zie ik niet in de tweede helft met 10 man. Eigenlijk is het een beetje apathisch wat je ziet. Kijken waar die gaat vallen. Oh, nee, een tegenstander doet wat waar ontstaat ruimte en daar loop ik in. We hebben ons best gedaan, absoluut. Alleen best doen met nadenken erbij. Wat gebeurt er? Wat zijn ze aan het doen? Waar ontstaan ruimtes? En daar ga je mee spelen weer. Niet alleen rennen. Rennen met een gedachte in het veld, jongens. Kijk weer voor jezelf. Twente gaat er nu aankomen. De volgende is een belangrijke. Dus wees ik even slim, want er gaat gebeuren weer zo. Met z'n allen naar de supporters toe. Andere jongens zijn er een paar hier. En dan is het herstellen naar Twente toe. Om alle zeilen weer bij te zetten. Als je kijkt naar de wedstrijden, hadden we meer punten kunnen hebben. Als je kijkt naar waar je vandaan komt en de spelers zeg maar, die nog door moeten groeien, de ervaring die erbij gekomen is, is het logisch dat je daar staat. Alleen uiteindelijk moet je aan het eind van de rit zorgen dat je meer punten hebt. Ik vond het een beetje initiatiefloos aan onze zijde daarin. Niet goed kunnen herkennen waar de ruimtes gaan ontstaan. Zij moeten keuzes maken en daar moeten wij veel sneller op kunnen reageren. En dat hebben we niet gedaan. Dan klamp ik me dus vast aan de wedstrijden die we gespeeld hebben, hoe we de wedstrijden gespeeld hebben. En dan het commentaar wat je dan krijgt. En dat je in wedstrijden gewoon meer verdiend zou hebben dan we gekregen hebben. Het vertonende spel. Je moet de mensen gaan vermaken wie er zijn. Die moet je wat laten zien. En uiteindelijk moeten dan de resultaten erbij komen. Wat voor ons als sporters sowieso dat je lijstbehoud wilt bewerkstelligen. Nou goed, aan het eind van de rit moeten we kijken waar we staan.